De regering vindt het uitstellen van de invoering van BTW geen optie. Minister Silvano Tjonahing, ad interim van Financiën en Planning, heeft gisteren in de Nationale Assemblee aangegeven dat de regering zich zal inzetten dat BTW toch op 1 januari 2023 ingaat. De wet omzetbelasting vervalt op 31 december en uitstel van de BTW zal een hiaat vormen in de fiscale inkomsten. Alle uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de implementatie van de wet zijn af. Wij wachten nu op de aanname van de wijzigingen om na te gaan of de nu reeds opgemaakte uitvoeringsbesluiten aangepast moeten worden of niet. Met betrekking tot de vraag over de overgangsbepaling bij de invoer met betrekking tot goederen in de magazijnen en de omzetbelasting het volgende. Artikel 68, de leden 2 en 4 worden in dit verband gewijzigd. De wijziging houdt in dat de voorraden moeten zijn gevormd uit het inkomen in 2022 en de verrekening van de OB mag in 2023 plaatsvinden met als einddatum de aangifte over het tijdvak van december 2023. Verder is het van belang om hier uitdrukkelijk aan te geven dat deze overgangsbepaling niet alleen geldt voor goederen die zijn geïmporteerd, ook voor goederen die in 2022 hier zijn geproduceerd en nu nog in voorraad worden gehouden. De DNA-leden hadden veel vragen en opmerkingen die erop wezen dat de BTW-wet voor de samenleving en ondernemers ook onduidelijk is. Stefan Sang van de NDP vroeg of er al duidelijkheid is als er overeenstemming is bereikt met de vakbeweging. Mahinder Kumar Jogi stelde dat de minister nadrukkelijk heeft aangegeven waarom BTW ingevoerd moet worden. Ik heb vragen gesteld over de belastingsgeven en aangegeven dat het een verzwaring wordt en geen verlichting. Worden de belastingsgeven nog aangepast of niet? Ik heb ook gevraagd over de belasting op de overwerkuren en aangegeven dat het onrechtvaardig is. Want zelfs minimumloontrekkers komen in de tweede schaal als ze gewoon 4 weekenden willen werken. Kan het worden aangepast? Ik heb ook gevraagd of het klopt dat deze maand er geen overwerk is uitbetaald. Zo ja, wat is de reden? Want de ambtenaren rekenen op die overwerkuren, zeker in de maand december. Die 5% BTW op brandstof gaat naar de overheid, de government. In essentie is dat government take op brandstof. De overheid, government, neemt 5% op brandstof ten koste van de samenleving. Hoor ik het goed vervolgens, voorzitter, 515 registraties van de bijna 30.000 winkels in Suriname voor BTW. En we zijn nog 3 dagen voor implementatie. Zijn we realistisch bezig? Vindt de minister dat het realistisch is? De minister heeft aangegeven waarom het nodig is, voorzitter, dat BTW ingevoerd moet worden. En voorzitter, laten we duidelijk stellen hier dat 400 miljoen op maandbasis SRD uitgeven aan brandstofsubsidie niet hetzelfde is, voorzitter, en helemaal niet te vergelijken is, voorzitter, met government take, voorzitter. De overheid ontvangt niet, de overheid geeft, voorzitter. En wanneer we 5% BTW moeten betalen op brandstof, voorzitter, van waar moet het geld vandaan komen, welke de regering moet uitgeven? En we willen met z'n allen hebben, voorzitter, dat alles goed draait in het land, voorzitter. Maar aan de andere kant houden we een ander verhaal, voorzitter. Dat is oprecht, voorzitter. Jogi benadrukt ook dat wanneer BTW geheven wordt op kansspelen, de regering per jaar $10 miljoen zal innen, wat genoeg zal zijn om de ziekenhuizen draaiende te houden. Echter is de regering nog niet ingegaan op het verzoek ook BTW te heffen op kansspelen. In het nieuws van morgen komen wij terug op dit onderwerp.